De jongeren hebben 3 jaar geleden zijn ze naar mij toegekomen dat ik voor kleine kinderen wel eens luchtkussens neerzette. En kleine feestjes, kan je voor ons ook wat doen? Ja, dat kan, maar dan moet ik toch naar de gemeente toe. En dat is een gevecht van 3 jaar geweest. En daar zijn die jongens gewoon nu mee beloond. En ja, eigenlijk vanaf de eerste dag dat we open zijn, iedere avond is het hier ja, gewoon 20, 30 man binnen. En dan ga je vanaf 15 jaar naar binnen, tot 22 jaar. Soms is er wel iemand, ja, die is 23, maar ja, dan hebben wij zoiets van, joh, het zijn allemaal vriendjes van elkaar. Maar je mag ook alleen als je uit de wijk komt, mag je hier binnen. Ze hebben hier alles wat ze hebben willen. Ze mogen hier karten, ze mogen hier roken hier binnen. Wat eigenlijk wettelijk niet mag. Maar we hebben zoiets van, joh, dan gaan ze voor de deur staan, dan hebben we nog overlast. Dus het is puur om de overlast te beperken, hebben we gezegd, nou, we doen dit wel. En er komen hier alleen maar mensen die roken, dus ja, en we hebben geen personeel, dus ja, dan heb ik zoiets van, doe maar. En de overlast is volgens de politie 80% verminderd in de wijk. Dus ja, het is gewoon een groot succes. Hoe belangrijk is dat dat de keten is? Hartstikke belangrijk. Ik bedoel, ja, er zijn helemaal geen problemen meer buiten of in verband met politie en dat soort dingen. Ik bedoel, we kunnen hier gewoon ons ding doen en dat is gewoon belangrijk. Ik bedoel, is de keten niet, dan zijn wij ook alleen maar buiten en dan worden wij gewoon gezien als probleemjongeren. En hier krijgen wij een kans om dat te kunnen voorkomen. Oud en nieuw zijn we ook open geweest, hebben we hier 70 man binnen. Het is hier altijd rommels. ME, hoop politie inzet. Hoog schade, dit jaar is er niet 1 prullenbak opgeblazen in de wijk. En we belonen daar die jongens ook voor. Kijk, we doen als een pokeravond. Dan mag ze pokeren, dan doen ze in de competitie doen ze dat. Nou, aan het einde van de competitie, dat zijn 4 wedstrijden, krijgen ze een beker. En daar zit altijd een prijs van 10 of 5 euro aan. Zo doen we dat wel. We gaan ook dagjes uit. De laatste keer zijn we naar Airsoft geweest in België. Het is een spelletje. Hun willen iets. En dan moet je tegemoet komen. Je hoeft niet aan alles te voldoen, maar je moet ze wel tegemoet komen. Zolang jij ze tegemoet komt, zal je nooit van die jongens problemen hebben. Kijk, anders gaan ze het zelf opzoeken. Kijk, met drank precies hetzelfde. Hier mag ze op vrijdagavond tot 11 uur, kunnen ze hier blikjes drinken. Maar die kunnen ze in de supermarkt ook krijgen. Zolang ze hier binnen zitten, heeft het wijk er geen last van. Vroeger gingen we altijd met elkaar gingen we buiten staan en zo, weet je wel. Ja. Was ook niet altijd leuk, weet je. Dat is niet leuk, ga je op straat hangen. Je hebt gewoon niks te doen buiten op straat, dat is het probleem. Je gaat hangen, je krijgt problemen en dat willen we niet. Daarom ben ik blij dat dit geopend is voor iedereen. Het is gewoon leuk. Moet die rode raken? Jij moet met geel, maar eerst wit en dan rood raken. We draaien alleen maar helemaal op vrijwilligers. We hebben er eentje die komt zelfs helemaal uit Nijmegen, alleen die krijgt een onkostenvergoeding. Hier zijn we iedere avond 3 uur open. Vrijdags gaan we smiddags om 4 uur open tot 11 uur. Zaterdags van 1 tot 7. Dus we zitten gewoon 33 uur in de week zijn we hier voor de jongens beschikbaar. Eigenlijk staan wij er verbaasd, nog steeds zelf verbaasd van hoe het gaat. Kijk, wij hebben het verleden van Portes meegemaakt. Daar heb ik ook een paar weken meegedraaid. Als ik zag wat daar voor schade aangericht wordt, er is hier nog niks gesloopt. Nog helemaal niks. Nog niet geen biljartbal weg of een krijtje weg. Dan denk ik bij mij eigen, jong, hoe ken dit? Ik was vroeger heel ondeugend om het zo even te zeggen. Ja. Haalde heel veel kattenkwad uit. Het ging de verkeerde kant op, laten we het zo zeggen. En ik ben eigenlijk gewoon blij dat ik met die jongens mee ben hierheen gegaan. En ja, sinds die tijd ben ik alleen maar rustiger geworden. Omdat er gewoon hier veel te doen is. Er worden gewoon veel activiteiten gedaan. Je kan hier gewoon je ei kwijt. Wil je praten met Ruud over bepaalde dingen, problemen? Ja, kan. Met Ruud praten. We zijn gewoon één grote familie voor mij. Je spreekt ze aan met de eigen taal. Doe je dat niet, ja, dan gaat het fout. Als ze tegen mij lopen te vloeken, vloek ik gewoon terug. Dan zeg ik, kijk, dit krijg je terug. Zit erop te wachten? Nee. Zeg, nou, dan houd er dan mee op. En dan gaan ze op een gegeven moment houden ze er ook mee op. In het begin is het heel stroef gegaan, maar als ik nu alles bij elkaar neem, staan we er nog steeds verwonderd van. We hebben eigenlijk meer koorknaapjes binnen als hangjongeren. Het hangprobleem is gewoon opgelost. Nu komt de zomer eraan, dan moeten we nog afwachten. Maar ik ben daar, als ik zie hoe het nu gaat, ben ik daar helemaal niet bang voor.